Arbeid weet je, kinetische energie weet je, maar wat is het verband daartussen? Oftewel, wat doet arbeid, F keer S, met kinetische energie, half mv kwadraat? Op het eind weet je alles weer. Goed, dit hebben we al een keer eerder gezien, maar hier hebben we degene weer die het balletje omhoog gooit. Zo, even stoppen, oké. De arbeid door de zwaartekracht, nou, verplaatsing is omhoog. Kracht is naar beneden toe, tegengesteld, dus het is een negatieve arbeid. Ja, dus negatieve arbeid. Kinetische energie, wat gebeurt daarmee? Nou, kinetische energie, zo net al, is een half mv kwadraat. Als je hem omhoog gooit, dan remt hij af. He, helemaal op het eind is de snelheid 0. Oftewel, de kinetische energie, die neemt af. Oké, nou, zo'n bal komt natuurlijk weer naar beneden toe. Ja, zo, naar beneden. Hop. En wat is er dan weer? Nou, eerst de arbeid. Ja, nu, zwaartekracht en verplaatsing is beiden naar beneden toe. Oftewel, ik heb positieve arbeid. En wat gebeurt er met de snelheid? Nou, die begint bovenaan met 0 en wordt steeds en steeds groter. Dus die half mv kwadraat wordt ook groter, groter. Oftewel, die zal toenemen. En dat is het verband. Ja, je hebt negatieve arbeid. Dan heb je een afname van kinetische energie. En je hebt een positieve arbeid en heb je een toename van kinetische energie. Dat is waar de wet van arbeid en kinetische energie om draait. Je hebt de brok kinetische energie, dan ga je arbeid doen die groter dan 0 is. Hè, bijvoorbeeld, wat daar staat, een voortstuwingskracht. Dan krijgt die kinetische energie iets extra's mee. Ja, en een toename van kinetische energie is gelijk aan de arbeid. Stel je voor, je begint met 100. Je doet 25 joule aan arbeid, dan krijg je dus in totaal 100 plus 25 is 125 joule op het eind aan kinetische energie terug. Omgekeerd, als je een kinetische energie hebt en je doet dus een arbeid die negatief is, remmen of wat dan ook, dan krijg je dus het omgekeerde, dan zal dus kinetische energie afnemen en die afname is gelijk aan die arbeid. Dus stel je voor, je begint weer met 100, je doet min 25 joule aan arbeid, dan zal dus die min 25 joule van de kinetische energie afgaan en je houdt dus 75 aan kinetische energie over. Dat is de wet van arbeid en energie. Die zegt dat je positieve arbeid betekent dat de kinetische energie en dus ook de snelheid toeneemt en een negatieve arbeid dan heb je dus dat de kinetische energie en snelheid afneemt. Let op, de arbeid is natuurlijk wel het totaal. Ja, oftewel in formulevorm krijg je dus dat de totale arbeid van alle krachten samen, die is gelijk aan een verschil in kinetische energie. Een verschil in kinetische energie, dat is dus de kinetische energie op het eind, half mv kwadraat, min de kinetische energie in het begin, half mv kwadraat. En W totaal is F totaal maal S. Een voorbeeldje. Stel je voor, fietser, 75 kilogram, staat boven op een helling. De helling zelf is 80 meter lang. En vanuit stilstand rolt de fietser naar beneden toe. En er is ook nog wrijving van 25 newton. Nou, zoiets. Even een tekening, dan zie je meteen hoe het eruit ziet. Ja, dus hier hoogte 15 meter. De helling zelf is 80 meter lang. En in het begin, ja, vanuit stilstand rolt de fiets naar beneden. Dus de kinetische energie is 0. En de zwaartenergie is m keer g keer h. H is de hoogte. En je ziet daar allemaal alles ingevuld. En je komt dus op 11 kilojoule aan zwaartenergie. Nou, dan fietst diegene naar beneden toe. En dan zal dus arbeid worden verricht. En ik heb hier twee krachten die arbeid verrichten. Namelijk, ik heb hier de zwaartekracht. Ja, dat is hier, naar beneden toe, en een wrijving tegengesteld gericht. Dus FZ en wrijving. Nou, we pakken eventjes de arbeid erbij. Eerst de arbeid door een wrijving. Wrijving is tegengesteld gericht aan de beweging. En deze afstand die wordt afgelegd is 80 meter. Ja, dus de wrijving is F keer S. De wrijving is 25 newton. Afstand is 80, maar het is natuurlijk wel min, want het is
negatieve arbeid, wrijving. Dus de arbeid is min 2000 joule. Dan de zwaartekracht. Nou, zwaartekracht is ook weer F keer S, alleen dan de zwaartekracht. En voor S vul je de verplaatsing in de richting van de zwaartekracht. Dus naar beneden toe, oftewel de zwaartekracht is mkg, S is hier dus 15 en ik kom op 11.000 joules. Dan de totale arbeid, want daar gaat het eigenlijk om, is die twee opgeteld en dan hou ik 9.000 joule over. En dat gebruik ik op het eind. Ja, want dan weet ik dus van, hé, de kinetische energie op het eind is dus dan 9.000 joule. En de zwaartekracht is 0 joule, want ja, de fiets is helemaal naar beneden toe, dus de hoogte is 0. En die 9.000 joule, dat is dus die wet van arbeid en kinetische energie. De totale arbeid is gelijk aan de totaal van kinetische energie. De totale arbeid is 9.000, dus is ook de kinetische energie op het eind 9.000. En dan kun je bijvoorbeeld je afvragen, hé, met welke snelheid komt de fietser beneden? Nou, de kinetische energie is 9.000, dus een half mv kwadraat is 9.000. En de massa weet ik, dus kun je invullen, uitrekenen en komt op 15 meter per seconde. Sommige mensen houden van alles, bijvoorbeeld van arbeid. Sommige mensen kunnen daar urenlang over dromen. Droom lekker, bedankt voor het horen en tot ziens.